Op donderdag 17 november werd de 21-jarige, nog thuiswonende Ayushi Yadav met twee kogels in de borst doodgeschoten door haar 49-jarige vader Nitesh Kumar Yadav na een ruzie over haar huwelijk vorig jaar met een man van een andere kaste. Haar lichaam werd in plastic gewikkeld en in een rode koffer gestopt en vervolgens gedumpt bij een snelweg in de buurt van de stad Mathura in de Noord-Indiase deelstaat Uttar Pradesh. De politie arresteerde vader Nitesh Yadav en moeder Braibala Yadav een paar dagen na de moord nadat zij tegenstrijdige verklaringen tegenover agenten hadden afgelegd. Ze werden aangeklaagd op grond van de Indiase wetsartikelen 302, straf voor moord en 201, het doen verdwijnen van bewijsmateriaal van een misdrijf of het geven van valse informatie om de dader te beschermen. Braybala Yadav heeft misschien niet haar dochter doodgeschoten, maar ze was wel betrokken bij het wegwerken van het lichaam en had haar man in een auto vergezeld naar Matura, al dus een politiewoordvoerder. De politie denkt aan eerwraak als motief. De vader zou bekend hebben dat hij zijn dochter thuis heeft doodgeschoten. Volgens de politie zou ook de broer van het slachtoffer ervan hebben geweten. Negen dagen voor haar 22e verjaardag werd het lichaam van Ayushi Shohari gecremeerd in aanwezigheid van politieagenten. Ayushi deed een opleiding in computerapplicatie aan een privéschool en hoopte software-ingenieur te worden. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraak.